ga liever volle bak dan met veel te veel gemak. Ga liever veel te hard dan dit is het dan. Want hoeveel levens leef je niet voor dat ene leven? Zonder iets te verliezen, hoeveel moed heb je nodig om voor de ander te kiezen? Ik ga de liefde liever aan dan ik ga liever volle bak dan met veel te veel gemak. Ga liever veel te hard dan dit is het dan. Dan dit is het dan. Dan dit is het dan. Dan, dit is het dan. Dan, dit is het. Een hartelijk applaus voor Kirsten van Tijn. Nogmaals. En haar voorstelling Sexperiment is ook op 7 februari te zien in Amsterdam. Daar kwam dit stuk uit, toch? Daar kwam dit stuk uit. Dus dan kunnen jullie nog veel meer soortgelijke nummers en cabaret en theater zien. Welkom allemaal in de Bali. Welkom bij Polyamorie, de slaapkamer is politiek. Monogamie is nog steeds de standaard in onze samenleving in ieder geval. Maar er is natuurlijk veel meer mogelijk. Daar gaan we het vandaag over hebben. En dan voornamelijk over wat polyamorie te bieden heeft. Maar ook wat soms meer ingewikkeld eraan is. Allereerst ben ik nieuwsgierig wie hier in de zaal zit. Wie hier zit in een monogame relatie? Dat is denk ik E4'de of zo. En wie heeft een polyamoreuze relatie? Dat is ook, denk ik, E4'de. Ik weet het niet, ik vind het best moeilijk te zien. En zijn er ook mensen die, zouden zeggen dat ze een polyamoreuze relatie hebben, maar wel een open relatie? Zijn er ook mensen die zouden willen uitleggen, en als je dat niet wil, kijk dan gewoon naar de grond, want dan ga ik niet expres flauw doen en jou aanwijzen. Zijn de handen nog eens omhoog, in ieder geval, wat het verschil is dan met een polyamoreuze relatie en een open relatie? Voor ons is het heel erg dat we bij hoofdzaak focussen op elkaar en dat we elkaar gewoon de ruimte geven om soms uitstapjes te maken. Wat bedoel je dan bij ons? Oh, mijn vriend en ik, ja. Maar is er dan ook bij een had je net je hand op bij de open relatie of juist de polyamoreuze? Ja. Ja, bij open. Dus wij streven niet naar romantische relaties met andere mensen, maar hij geeft mij de ruimte om mijn seksualiteit verder te ontdekken, soms met andere personen. Dus op die manier zijn wij open, ja. En zijn er ook mensen die zeggen van, ja, dat is inderdaad niet hoe ik het doe en ik zit juist in een polyamoreuze relatie en die uitleggen hoe dat dan, wat dat dan is? Ja.
Nou, voor mij betekent het altijd weer wat anders. Dus het is ook fluïde. En ik zit nu in een relatie met een vrouw en zij heeft ook een andere relatie. Maar het kan ook weer veranderen. Dus dit is een nieuwe situatie. Elke keer weer een andere situatie. Zijn er ook mensen hier die mee zijn gesleurd door een monogame relatie en nu het gevoel hebben van misschien ben ik aan het eind van de avond overtuigd? Ja, misschien dat dan nu het kwartje valt dat dat het geval is. laten we beginnen met het gesprek. Er zijn twee panels. Het eerste zal wat meer gaan over persoonlijke ervaring. En het tweede wat meer over politiek. Tussendoor zijn er ook ruimte om vragen te stellen. Dus dat is dan misschien goed om alvast een beetje mee te nemen. Dat politieke gesprek. Al denk ik ook dat het wel in het eerste ook wel ter sprake zal komen. Dat je dat nog niet per se het kruid moet verschieten met allemaal hele ingewikkelde vragen. Kirsten van Tijn wil ik als eerste weer naar voren vragen. Theater maken. En Xiu Xiang Xiao. Ja, ik zei. Sorry, ik denk niet te veel nadenken, zei je. Toen ging ik dat toch doen. Xiu Yang Xiao. Ja. Ik heb je dit boven ook gehoord, volgens mij wel, want ik zie dat het licht wat uitgaat. Ja, wat verstaan jullie onder polyamorie? Ja? Oké. Ik had 6,5 jaar geleden, toen ik verliefd werd op mijn vriendin, nog nooit van het hele woord gehoord. Ik heb ook heel lang erover gedaan om dat woord te omarmen. Ik vond het ook een heel lastig hokje, om heel eerlijk te zijn. Om me daartoe te verhouden. God, en ik ben nu aan het praten en ik denk nog steeds, wat? Ik zie het, polyamorie, voor mij is polyamorie dat ik met mijn vriend ben en met mijn vriendin ben. En wat ik net al uit de zaal hoorde, dat daar dat die dingen kunnen veranderen. En dat daar een ruimte is en een openheid naar elkaar toe. Maar dat ik met hem het team was en zij kwam daarbij. En dat ik nu ook met haar een team ben. En dat verandert steeds, ja. En hoe zie jij het, polyamorie? Hoe ik het zie, is dat je in staat bent en gelooft in meerdere liefdes. En dat dat naast elkaar mag bestaan tijdens dezelfde tijdsbestek. Dus in een monogame verhouding zou ik zeggen, je hebt een relatie, daar besteed je al je tijd en energie in. En dan werk je ergens naartoe. En dan, weet je wel, ga je verder ermee. En dan is het ook uitgesloten dat je met iemand anders dan een romantische intentie zou hebben. En dat dan ook vaak afgestraft wordt. Dus ik zou zeggen, in polyamorie houdt het eigenlijk voor mij in dat ik liefde laat leiden. Hoe zweverig dat ook klinkt. Maar dat ik daarin mezelf niet laat beperken door een ander. En hoe ben je in een polyamoreuze relatie beland? Ik heb zelf altijd best wel veel moeite gehad met liefdesrelaties. Dat kwam vanuit trauma, dat kwam vanuit mijn cultuur, van hoe ik mijn ouders heb gezien en hoe zij liefde hebben geleid. Maar tegelijkertijd ook wat ik heb meegekregen vanuit de televisie, vanuit muziekvideo's, vanuit eigenlijk alles waarin de norm monogamie is. Dus toen ik opgroeide, merkte ik eigenlijk al vanaf heel jongs af aan, ik zou zeggen op de basisschool eigenlijk al, dat ik verliefd was op meerdere kindjes tegelijk. Op dat moment dan leg je er niet gelijk een link aan. En op een gegeven moment werd ik ouder en ging ik echt serieuzere relaties aan met vriendjes. Toen de tijd was ik er nog niet achter dat ik queer was. Dus ik had eigenlijk altijd vriendjes. En zodra ik durfde om op te brengen dat ik eigenlijk ook andere connecties zou willen exploren, was dat eigenlijk altijd een harde nee. Van nee, je bent mijn vriendin. En als jij van mij houdt, dan wil ik niet dat jij met een ander het bed induikt. Of dat een ander jou aanraakt of wat dan ook. En ik merkte dat dat toe-eigening voor mij heel lastig was. En daardoor op een gegeven moment toen ik mijn huidige partner leerde kennen, had ik al heel veel relaties achter de rug. En ik herkende van hoe ik altijd een relatie vorm heb gezien is eigenlijk niet hoe ik het zou willen zien. En toen ben ik onafhankelijker geworden in wat wil ik eigenlijk uit de relatie. Dus toen ik hem ontmoette, toen was ik eigenlijk net pas erachter gekomen dat ik queer ben. Dus ook op andere genders val in plaats van alleen op cis mannen. En toen heb ik vanaf het begin gezegd van ik vind jou heel erg leuk. Ik zou ook heel graag verder willen bouwen aan onze relatie. Maar dan zou je er wel
akkoord mee moeten gaan dat ik ook connecties met eventueel andere genders zou willen uitzoeken, omdat ik dat mezelf gun. En daar was hij eigenlijk van het begin heel open over. Dus dat was bij ons eigenlijk een verhouding waarin ik de vrijheid had om dat te doen. En had hij zelf toentertijd niet per se de behoefte om dat te doen. En dat is door de jaren heen, nadat wij op een gegeven moment 4 jaar lang een relatie hadden en samenwoonden, was het toch wel van, oh ja, ik zou dat ook willen. En toen is hij er ook achter gekomen dat hij queer is. Dus dat was heel bijzonder. Dus zo hebben wij dat eigenlijk een beetje ontdekt van, oké. Eerst is het dan inderdaad open, want je bent bang om iemand te verliezen. En daarna ontdek je, oh nee, er komen toch gevoelens bij. Dus het was voor ons eerst een open relatie waarin het meer seksueel was. En toen was het zo van, oh ja, shit, ik kan niet echt seks hebben met mensen waar ik geen gevoel voor heb. Dus het wordt eigenlijk heel snel toch polyamorie. Is dat ook hoe jij het verschil ziet tussen polyamorie en open relatie? Ik wil het niet alleen op seks gooien, omdat ik wel geloof dat er ook mensen zijn die aseksueel zijn natuurlijk. Dus dan zou dat een beetje onlogisch mensen zijn. Mensen die gevoelens hebben. Ja, ja. Emotionele connecties inderdaad uitzoeken en dat aan mogen gaan. Ja, ik denk inderdaad dat het lichamelijke wel voornamelijk de scheiding maakt tussen een open relatie en een polyamoreuze verhouding. Maar dat is hoe ik het persoonlijk ervaar. Ja, en Kirsten, hoe was het voor jou dat je de... Ja, dat is misschien ook wel een goede van, is het een geaardheid? Want ik wilde vragen van hoe jij erachter kwam dat je polyamoreus was. Maar misschien is het meer een, zie je het meer als een levensstijl en dan... Zou meer de vraag zijn van dat je erachter kwam dat je graag een polyamoreus leven wilde leiden? Nou, bij mij heeft het best wel lang geduurd. Want ik had net een huis gekocht met mijn vriend. Dit is ongeveer 7 jaar geleden. En toen werd ik dus verliefd op een vrouw. Ik was net 27 en ik wist helemaal niet dat ik dat kon. Dat dat op mijn spectrum zat. Dus... ik heb eigenlijk 2 partners die mij al 7 en 9 jaar begeleiden in dit alles. En ik ben de eerste 3 jaar heb ik totaal in de kast gezeten. Totaal alles op geheim gezet. Zelfs contracten laten ondertekenen. En wat bedoel je dan met de eerste 3 jaar? De eerste 3 jaar van dat zij zeiden, wij zijn er beide. Wij staan beide naast je. Dus was je eerst met één van die... Eerst was ik met mijn vriend 2 jaar. Ik had net een huis gekocht. Ik werd verliefd op haar. En ik was alleen maar in paniek de hele tijd. En ik dacht meteen, ik moet kiezen en dit kan niet naast elkaar. En zij waren al veel verder dan ik daarin. En zij hebben heel veel, geduld met mij gehad. ik denk dat dat heel erg komt, ook door waar je vandaan komt. Ik zeg altijd, ik kom uit een Goois hockeygezin. Ik kende niks anders dan de norm. Ik kom uit hetero, heilo. Waar zelfs de kapper niet gay was. Weet je al dat? Dus het gaat volgens mij heel erg over beeldvorming. Wat kan en wat niet. Ik heb echt heel lang gedacht dat ik gek was. 7 jaar geleden waren er geen boeken over. Waren er geen films over. Geen series. Dat was er allemaal niet. En op een gegeven moment ga je googlen. Ik heb last van 2 liefdes, ga ik nu dood? Dat is, dat, weet je, je kan echt nergens... Ja, ik had natuurlijk het monogame drama had ik gevonden. Dus je gaat boekjes vinden. Wat is een goede les dan uit het monogame drama? Neem aan dat er meer is dus dan 2. Ik ben daar zo mee opgevoed. En ik ben zo bang geweest voor het uit de kast komen naar mijn familie. En naar hello, naar hetero, hello. Dat is ook gebleken. Na 3 jaar heb ik dat verteld. Ben ik uit de kast gekomen. En dat is echt nog steeds een heel groot probleem. En ondertussen woon ik met hem samen, woon ik met haar samen. Heb ik 2 huizen. En ben ik de rijkste bitch op aarde. En ik zeg ook altijd, ik heb eigenlijk een monogame relatie met 2 mensen. Tot nu toe, want alles kan veranderen. Maar hoe ik op slot heb gezeten en hoe ik gedacht heb dat ik en wij niet bestonden in deze wereld en deze tijd, dat is echt ziekelijk geweest. Echt tot aan maagzweren in het ziekenhuis aan toe. Dus dat wegstoppen van die liefde en denken, wij bestaan niet. Ja, dat is... Want hoe en dat deed je dat dan de eerste 3 jaar? Want je had het net even alles in het geheim. Ja, ik heb echt... Ja, ik heb ze een contract laten ondertekenen. Ik was net aan mijn cabaretcarrière begonnen. Ik vond het ook heel eng om als vrouwelijke cabaretier toen... Ik was net afgestudeerd om daarmee uit de kast te komen. En ik heb ze contract laten ondertekenen dat niemand daarachter mocht komen. En ik heb 3 jaar lang dus mijn vriendin ontkend naar die buitenwereld. Wat super pijnlijk is. Dan heb je Kirsten weer met dat nichtje op een feestje.
Maar dat was echt... Ja, het is heel erg. Waarom is ze nou met haar nichtje aan het zoenen? Ja, nou ja, nee. Dat durfden we niet in het openbaar. Nee, nee, nee. Maar ik schaam me er echt voor nu. Ik schaam me ervoor. Maar het was 7 jaar geleden... Ja, ik ben zo blij. Weet je, sommige mensen zeggen dan... Oh, is het een hype? Zeg, nee, het is zichtbaar. Het is eindelijk zichtbaar. Want dit was er 7 jaar geleden echt niet. Ik dacht net toen jullie binnenliepen van... Oh, ik hoorde ook 1 iemand die zei... Ik wil toch weer weg. Vond ik ook... dat ik dacht, oh ja, had ik dit 7 jaar geleden maar gehad. Ja. Ja. Heb je ook het gevoel dat er een soort taboe is? Of is het iets ook herkenbaars? Ja, tuurlijk is het dan een taboe, toch? En daar draait deze hele event ook om, denk ik. Dat het niet de norm is, dus daarom wordt het standaard een taboe, denk ik. Ik vind het gewoon heel grappig en herkenbaar, allemaal wat je zegt. Ik weet niet zeker of het 7 jaar geleden inderdaad niet vindbaar was. Want ik probeer daar de laatste tijd wat voorzichtiger mee te zijn. Omdat ik denk, ja, is dat echt zo? Of is het omdat ik het toen nog niet kende, weet je wel? Dus, maar ja, het zou best kunnen dat toenertijd nog niet zichtbaar was. Of in de boeken. Er waren voornamelijk, ik vond dan Linda-artikelen. Met hele geseksualiseerde, ordinaire plaatjes. En dat ik dacht, oh, dat ben ik niet. Oh, dat ben ik het dus niet. Dus dat het nog helemaal niet... Er werd nog niet echt gezicht aangegeven. Nee, precies. Dus ik snap dat wel heel goed. Kon je nog inderdaad niet herkennen of identificeren ja, met iemand? Klopt inderdaad, ja. Want als ik dan echt terugdenk aan de enige rolmodellen, zeg maar... die ik heb gezien, was het inderdaad gezinnen die dan als stokjes werden neergezet. En joh, ja, ik heb 2 moeders en ik heb 2 vaders. En dan zag je die kinderen en ik dacht alleen maar, ja... Beetje Louis Theroux-achtige tafereel. En ook als Chinees meisje die daarnaar kijkt met mijn Chinese ouders... die denken, oh, snel wegzeppen. Wat zijn dit maar voor gekkies, weet je? Dus het is toch wel, ja, dat wat je niet ziet, dat kun je niet zijn. Dus het was wel echt heel interessant om daar dan nu steeds meer gezicht aan te geven die op je lijken. Waardoor je ook inderdaad beseft van, oh, ik ben niet gek en ik mag er zijn en ik hoef me hier niet voor te schamen. Ja, en Kirsten had net over hetero heilo. Maar heeft jouw culturele achtergrond ook invloed op hoe je je liefdesleven beleefd hebt of besproken hebt? Ja, zeker. Ik denk dat iedere culturele achtergrond... wat niet in Nederland de norm is, laat ik zo zeggen... of überhaupt een culturele achtergrond wat niet wit is... en niet religieus. Er zijn gewoon zoveel redenen waarom jij inderdaad niet naar voren durft te komen... met polyamorie. En ik denk dat er heel veel schaamte zit rondom de cultuur waar ik vandaan kom... niet eens alleen op polyamorie, maar ook queerness, over seks. Alles wat maar te maken heeft met alles wat niet... Als ik geen ring om mijn vinger heb, dan zou ik eigenlijk niet moeten samenwonen. En al die andere dingen. Dus voor mijn gevoel, als ik met mijn ouders ben, dan moet ik me ook constant bedekken. Weet je wel, mijn décolleté. Dus laat staan dat ik voor hun... Ik zou kunnen zeggen, ik heb meerdere liefdes. En trouwens, ik val ook op vrouwen. Dat is gewoon iets wat ik me niet kan bedenken. Tot de dag van vandaag... Tot de dag van vandaag zit ik zogenaamd in de kast. Maar geloof ik zelf niet in de term uit de kast komen. Ik geloof heel erg dat je mensen om je heen moet hebben... waar je veilig bij voelt en die je naar binnen laat. Dus ik heb vanaf een hele jonge leeftijd al 2 levens gehad. En tuurlijk, ze kijken mijn Facebook. Tuurlijk, ze kijken mijn Instagram. En ze zien dit allemaal voorbij komen. Maar wat niet letterlijk wordt gezegd, wat uit mijn mond komt... dat bestaat dan niet. Dus ja, ik zou wel zeggen dat culturele achtergrond zeker wel een tandje erbij komt... die nog net wat ingewikkelder is. Ja, zeker. En ik hoor vaak polyamorie is hard werken. Zien jullie dat zo? Ja, het is... ja, toch? Ja, toch? Ja. Het is heel veel communiceren. Heel veel praten, heel veel op tafel en... Daarin zijn natuurlijk ook weer 1000 vormen, volgens mij. Hoe het bij ons is gegaan, is dat hij mij letterlijk verliefd zag worden op haar. Dus hij was letterlijk betrokken bij de eerste nacht. Als in niet in dat bed, maar hij zat achter de deur aan de andere kant. En hij dacht, oké, ga dat maar uitzoeken, ga dat maar ondervinden. En de volgende ochtend hebben we meteen met z'n drieën ontbeten. En zijn we het gesprek aangegaan. En vanaf... kenden jullie elkaar allemaal al? Ik kende haar nog niet zo lang. Ik kende haar van een theaterfestival en zij ook. En dat was heel gezellig. En uiteindelijk nodigde hij haar uit om een keertje bij ons wat te komen drinken. Maar ik zat al met mijn bek vol tanden op dat theaterfestival. Dus ik dacht, oké, nou daar gaan we. En waar hij natuurlijk dacht, leuk, dit wordt een trio. Smeet zij de deur voor zijn neus dicht. Dacht hij dat dus ook?
tuurlijk. Ja. Nou ja, omdat dat allemaal... Er was nog helemaal niks uitgesproken. Dus het was alleen maar heel veel energie. En helemaal gezellig en hyper en leuk. Maar zij dacht, nee, met jou en hij niet. Dus dat, maar dat de volgende ochtend, dat hij sinaasappeltjes stond te persen en dat we met z'n drieën aan het ontbijt gingen en dat meteen hebben uitgesproken, is dat dus heel organisch gegaan. Omdat er dus meteen gesprek was, meteen communicatie, meteen hoe doen we dit. Waardoor ik altijd heb ervaren dat we heel erg de veiligheid met elkaar daarin oogschouw hebben genomen. En dat hoor ik wel eens fout gaan, dat er geen communicatie is, of dat mensen elkaar soms wel niet kennen, en dat je dan die trillingen krijgt onderling. En dat hebben wij altijd op tafel geflikkerd, meteen. Dus we zijn al 7 en 9 jaar spiegels voor elkaar. Maar dat is hard werken, of zoals onze relatietherapeut zegt. Ik was een team met Jelle. Bibi kwam daarbij, ik ben omhoog gestegen als de schakelpartner en ik moet zorgen dat het voor beide veilig is. En dat is het werk, volgens mij. Wat zie jij als het werk? Ja, ik vind het heel leuk om te horen. Want dit is wat jij hebt, dat is ook een verlangen wat ik heb. Dus dat vind ik echt heel leuk om te horen hoe dat dan ook echt in praktijk eraan toe gaat. Want ik heb zelf dan meerdere mensen gewoon gedate naast mijn partner. Waarin ik ook heel vaak verliefd ben geworden. Waarin ik ook de eerste heartbreak heb ervaren. Waarin mijn partner ook echt met zijn handen in zijn haren zat van... je hebt heartbreak, maar ik ben niet degene die dat heeft veroorzaakt. Hoe ga ik hiermee om? Dus dat zijn weer andere soort verhalen. Maar nog steeds even hard werken natuurlijk. Dus ik zou zeggen dat hard werken zit zeker erin. En voor mij was het zo dat ik best wel wat trauma heb wat betreft vriendjes die heel veel vreemd zijn gegaan in mijn leven. Dus het kostte ook wel wat om daar voorbij te werken en de vertrouwensband te creëren. En ik denk dat ook een groot ding is wat veel mensen denken, dat als je polyamoreus bent, dat je dan ineens niet meer jaloers bent of dat je geen jaloezie kan ervaren. En ik denk dat dat echt een grote mythe is. We hebben allemaal natuurlijk jaloezie, de ene wat meer dan een ander misschien. En daar moest ik echt doorheen werken. Dus dat is voor mij het grootste, dat ik echt vooral heel veel over mezelf leer. En wat wil ik echt? Dat ik moet nadenken over mijn verlangens in plaats van maar gewoon een deken eroverheen te gooien van... ja, we zijn nu monogaam, dus ik hoef niet meer over mijn onzekerheden te denken. Sta ik nu volledig open in mijn kwetsbaarheden en mijn angsten en alle dingen waar ik altijd zo bang voor ben geweest, kan nu ineens allemaal gebeuren. En het is ook allemaal zoveel meer zichtbaar. En hoe ga je daar dan mee om? Zijn er dan werkbare manieren om mee om te gaan met die jaloezie? Wat is werkbaar? Ik heb genoeg momenten gehad dat ik me echt wel heb geschaamd van... maar ik ben degene die toch dit wilde, dus ik zou dit allemaal goed moeten kunnen. En ik heb daar toen heel erg van gebaald dat hij toen thuis kwam van een date en eigenlijk zo ondersteboven was van de dame die hij net pas ontmoet een dag. En dat ik toen heel erg ervan schrok, want ik dacht... nee, dit is het moment dat hij bij me weggaat en dan moet ik... En mijn hele wereld viel eigenlijk in elkaar, want ik dacht alleen maar van... ik dacht dat ik dit wilde, maar eigenlijk wil ik het niet. En het eerste wat ik dacht van, ik wil het weer gelijk op slot zetten. Dat was mijn eerste gedachte. En daar heb ik doorheen gewerkt. Ik heb daar eigenlijk... het is de eerste keer in onze relatie dat ik op de bank heb geslapen. Dus laat al zien hoeveel moeite ik ermee had. En op een gegeven moment zijn we weer bij elkaar gekomen. Hebben we echt over nagedacht. En ik denk ook dat die diepe dallen, die moeilijke gesprekken die je het liefst eigenlijk niet wil voeren, die eigenlijk de lelijkste kant van jezelf laten zien, dat je dichter bij elkaar brengt. Dus wees ook alsjeblieft niet bang om die gesprekken aan te gaan. Want je ziet elkaar in de meest pure vorm eigenlijk, denk ik. Je hoeft niet meer je te schamen of je ergens achter te schuilen. Want het komt toch wel naar boven. Want eerlijkheid is het allerbelangrijkste in polyamorie. In de communicatie, wat je net zei, is dat als je niet eerlijk bent over je behoeftes, hoe kan je dan dichter naar elkaar toe groeien? Dan kan je het net zo goed niet doen, denk ik dan. Maar ik zou zeggen, therapie heeft mij natuurlijk geholpen, obviously. Maar ook gewoon eerlijk naar mezelf kunnen kijken en gesprekken te voeren met mensen die vaak ook polyamoreus zijn. Dat werkt ook wel goed, moet ik zeggen. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar die andere kant dan, dat je zelf verliefd wordt op iemand. En dat is dan soms ook wel een obsessie, vooral in het begin. Hoe ga je daar dan mee om, dat je dan niet je andere partner uit het oog verliest? Of kan dat gewoon naast elkaar staan? Dat is dus heel lang geleden. Ik zit alweer helemaal in het jaloezie-ding. Oh, ja. Ik denk, lekker, geef me meer.
Ja, toch? Dat is toch super interessant. Ik vind het zo interessant dat we verdriet en boosheid en angst en alles mogen we de hele tijd doorvoelen. En jaloezie is een soort van, krk, dat willen we niet. En dat bestaat niet en dat, daar mogen we niet doorheen. Terwijl... Mag je ook gewoon over verder gaan, hoor, over jaloezie? Ja, nee, maar ik want zit dus zijn we heel daar erg... ook weer nieuwsgierig ja, naar. Nou, ik zit dus te denken dat... Ja, ik werd verliefd op haar en dat is allemaal heel goed gegaan. En zij zijn er beide nog steeds. Daar ben ik uiteindelijk na 3 jaar een voorstelling over gaan maken. Sexperiment dus. En dat was een soort coming out in cabaretland. En een maand voordat die in première ging hier in de Kleine Comedie... werd mijn vriendin verliefd op een ander. Dus ik had mijn grote coming out verhaal met de pers en kranten erbij en alles. En ik was zenuwachtiger dat mijn vriendin in de zaal zat dan dat de pers in de zaal zat. En vervolgens dacht ik een half jaar lang... ja, jullie hebben mij dit gegeven. Ik kan dit aan. Ik kan dit aan. En ik was maar aan het incasseren en op de grond aan het liggen... en door al die lagen heen aan het werken. Maar na een half jaar dacht ik, ik kan dit helemaal niet. Ik kan dit nu nog niet. Dus dat toegeven ook. Dus eerst toegeven, mijn geliefde is verliefd op een ander. En dan vervolgens toegeven, maar ik kan dus helemaal nu nog niet. Hè? We zijn er heel hard in aan het werk... ik kan nu nog niet zoals die verliefdheid is gegaan... kunnen we dat helemaal niet implementeren. Gaat dat helemaal niet samen. Dus waarin ik de schakelpartner werd naar beide... is mijn vriendin verlamd geraakt. En die liet mij en de vrouw waar ze verliefd op zij werd... Zij kon dat niet? Of zij kon dus niet managen. Oké. Okay. Dus, snap je? Dus wij verzopen allebei. Dus ik en het meisje waar ze verliefd op werd, verzopen allebei. Ze liet ons drijven. Dus dat is ook een half jaar een enorme leerweg geweest... dat dat ook weer een andere vorm is. En dat je dat dus moet kunnen. Dat schakelen en dat werken en dat veilig maken voor elkaar. En is dat gelukt? Nee, dus uiteindelijk heeft zij moeten kiezen omdat wij... ik en het meisje waar ze verliefd op was... gewoon allebei aan onderdoor gingen. Dus, en uiteindelijk zijn we daar weer sterker uitgekomen. Wat jij ook zegt, van... ik heb ook op de bank geslapen... en mijn nieuwe voorstelling gaat Jaloezie is een bitch heten. Maar... je gaat door zoveel lagen heen... en je komt zoveel veiligheid, onveiligheid. Ben je veilig gehecht in je jeugd? Ben je onveilig gehecht in je jeugd? Gewoon alle Jan Geurts boeken, Esther Perel, de hele meut. Ik kon er niet genoeg van hebben. Weet je wel. Geef mij meer, geef mij meer. Want je bent iets aan het leren of iets aan het doorvoelen... waar we het nog niet met elkaar over hebben. En hebben die boeken dan je ook een beetje een analyse gegeven... over wat maakte dat dat niet werkte? Nou ja, precies dus dat mijn vriendin het slachtoffer werd van ons en van haar verliefdheid. Dus in het allerbegin zei ik ook de hele tijd, leuk, laten we koffie drinken met z'n drieën. Leuk, kan ik er ontmoeten? En dat is nooit gebeurd, omdat dat meisje dat ook helemaal niet wilde. Die stond daar helemaal niet voor open. Dus dan kan ik wel heel graag een contact aan willen gaan. En weet je wel, maar als de ander daar niet voor open staat, dan heb ik daar ook niks te zoeken. En ik heb dat heel lang gedacht van, doe maar. Maar dat voor ons werkte dat dus uiteindelijk niet. En zij vond het gewoon ook heel moeilijk om dan in het moment... als ik haar dan belde en ik hoorde meteen, je bent bij haar. Nee, ik ben niet bij haar. Snap je? Dus je moet ook oefenen in eerlijkheid. Ja, dat is ook heel hard werken. Om dan gewoon meteen te zeggen, ja, ik ben bij haar. Weet je wel, daar gaan ook maanden of jaren... overheen. Volgens mij hoor. Oefenen in jaloezie, oefenen in eerlijkheid, oefenen in dingen. Hop, meteen in de bek kijken en op tafel gooien. Dat kan ook niet iedereen, volgens mij. Uiteindelijk wel. Ik denk ook dat, zeg maar, polyamoreus... Ik ken weinig mensen die vanaf hun geboorte polyamoreus zijn... en door de maatschappij niet gevormd worden om toch monogame denkwijzes te creëren, laat ik het zo zeggen. Dus het lijkt me ook heel logisch dat als je vanuit de monogame dynamiek in polyamorie eindigt of, weet ik veel, beweegt... dat je ook constant dat moet deconstructen, die monogame denkwijze. Want het feit dat ze gelijk zei, nee, ik ben niet met haar... dat komt natuurlijk omdat ze bang is dat ze dan haar boos maakt, toch? Of dat ze een onzekerheid ja, bij haar... pijn doet. Of jouw pijn, ja. Zeg maar. En dat zijn toch denkwijzen die je heel erg meeneemt vanuit die monogame denkwijze. Dat zodra je eerlijk bent, dan heeft de ander verdriet en zijn ze gekwetst. En oh, dat moeten we niet hebben. Dus ik merk ook dat ik bij mezelf en bij mijn partners en alle mensen om me heen... dat ook nog heel erg zie dat we daar echt de tijd voor moeten nemen om dat ook...
te herleren en erover te praten, oefenen inderdaad. Ja. En ik had ook nog een vraag aan jou, want de partner die erbij was gekomen, was diegene monogaam of was die al polyamoreus toen je met diegene... Nee, monogaam en hetero. Dus het was de eerste vrouw en monogaam, dus het was een lekker pakketje. En ja, die zei al vanaf het begin, maar ja, als er eenmaal verliefdheid in het spel is, dan ja. Dus dat is ook iets wat ik heb geleerd, kiezen. Dat je dus op een gegeven moment dan, weet je, ik heb niet hoeven kiezen, maar omdat mijn vriendin dus toch sprong. En als je voelt dat daar vanuit de andere kant dus eigenlijk helemaal geen meebeweging is en dat je daardoor de ander gaat of ja, verliezen eigenlijk. Dat je dus op een bepaald punt durft te kiezen in plaats van dat je totaal verlamt. Maar dat is dus ook een oefening, om dat een keer doorvoeld te hebben. Ja. Zijn er vragen uit de zaal? Niet? Oh, ik ben echt heel verrast. Ja, komt vanzelf. Ik kom eraan. Dankjewel voor jullie betogen. Misschien, Kirsten, de vraag... Als jij vertelt over die twee relaties, dan om de analogie te gebruiken, hoor ik enerzijds... het lukt de ene partij niet goed om te praten en anderzijds het lukt de andere partij niet goed om te luisteren. Dus degene zit in een schakelrelatie, het kan daar fout gaan, maar het kan ook juist fout gaan bij of jaloezie of iets van de andere partij. Kan je nog iets meer over die rolverdeling vertellen? Maar je hebt het dan dus over de zoektocht van mij en mijn vriendin met een andere vrouw. Die bedoel je, niet mijn beide geliefdes. Ja, die zoektocht. Ja, die zoektocht inderdaad. God, even denken hoor. Dus de zoektocht van mij en mijn vriendin met haar. En je hebt het over niet luisteren en niet kunnen communiceren. Dus je bedoelt vanuit haar dat zij dus op dat moment niet kon de zinnen daaraan kon geven. Dat ze bijvoorbeeld bij haar was. En ik die... ik snap hem denk ik niet helemaal. Oké, ik zal het even proberen. Ik kan niet luisteren. Nee. Ik heb weer wat geleerd vanavond. Concentreren nu, oké? Okay? Het ligt hier sowieso aan de luisteraar. Maar nee, dus als je die relatie hebt met zeg maar één iemand erboven en twee daarnaast. Ik neem aan dat er een bepaalde verantwoordelijkheid is bij degene die schakelpartner is van de drie. Maar ook een soort verantwoordelijkheden, om die term maar even te gebruiken, bij juist de andere twee partners die schakelpartner ruimte moeten geven of niet. En hoe verschillen die rollen tussen ben je de schakelpartner of ben je juist, ik weet niet wat de term voor de andere partner is, de partner die daaronder hangt. De wiskundevraag. Ja. Snappen jullie hem? Ik denk... ja, je dat, snapt hem. Is het zeg maar... Is het voor de... Is het anders voor andere partners in andere rollen om aan te geven wat je nodig hebt? Ja, dus je bedoelt ook dat ik en mijn vriend dus ook weer afhankelijk waren van mijn vriendin die daar iets aan het uitzoeken was met een andere vrouw. Dat bedoel je ook. Dus... Ik zeg denk ik maar gewoon ja, want ik krijg ook naast me de feedback dat het echt extreem onduidelijk is wat ik vraag. Maar bedoel je misschien, wacht even, mag ik even kijken of ik het op deze manier goed kan parafraseren en of het dan klopt. Een beetje andere manier van het vragen, maar of het wel op dat moment aan Kirsten is om dan daar iets van te vinden? Of dat het meer eigenlijk aan haar is om dat uit te zoeken? Bedoel je dat ook of niet? Het lijkt me nu in mijn geval het allerbeste om te zeggen ja, dat bedoel ik. Nou ja, dat heb ik dus heel lang gedacht. Van ik ga dat wat ik zei met dat incasseren. Van dat ik dacht, ga dat uitzoeken, ga dat uitvinden. Maar doordat haar communicatie daarin naar mij niet altijd helemaal open en helder was, werd het voor mij onveilig. Waardoor het dus onveilig werd voor de relatie tussen mij en mijn vriendin. Waardoor ik huilend thuis kwam bij mijn vriend en die mij weer moest gaan troosten met liefdesverdriet. Dus dat, ja, je hebt continu te maken met... met een domino-effect tussen, ja. Een beetje antwoord gegeven. Ja, dankjewel. Okay. Ik hoop dat er nog iemand een vraag durft te stellen. Ja. Ja, ik vraag me altijd af, wat ik heel interessant vind aan jouw vraag, is dat je zegt, die eerste 2 jaar waren we samen gewoon met z'n tweeën heel erg
monogaam en oldschool. En daarna kwam er iemand bij. Kunnen jullie iets allebei zeggen over de eerste fase? Want volgens mij is hechting, misschien wel met z'n tweeën, misschien mijn ouderwetse bias, heel erg belangrijk. Ja. Nou, voor mij in ieder geval persoonlijk heb ik dus, zoals ik eerder aangaf, best wel onzekerheden. Ik ben natuurlijk met de monogame denkwijze opgegroeid. Dus voor mij is die hechting heel belangrijk. Ik ben iemand dat als ik me niet veilig voel in een relatie, of ik heb het gevoel dat ik iemand niet kan vertrouwen, dat diegene mij nog niet goed genoeg kent, of ik ken de ander nog niet goed genoeg, dan vind ik het heel moeilijk om diegene te vertrouwen. En kan ik ook die onzekerheden heel moeilijk loslaten. Dus ik merk inderdaad dat met mijn partner, waar ik dus vanuit open naar polyamorie ben gegaan, dat wij dus inderdaad 4 jaar lang al in een relatie zaten. We woonden samen. Het was ook van, oh ja, doe wat je wil. Uiteindelijk weten we allemaal dat je weer thuis komt of een keer niet. Maar we weten wel dat we een basis hebben waarvan uit we bewegen, laat ik het zo zeggen. En degene die ik nu erbij deed, zeg ik maar even zo, in het begin, ja, sorry. In het begin dacht ik van, oh ja, ik kan iedereen daten die ik wil, die ervoor open staat om bij ons toe te voegen. Dat was mijn eerste, nou, ik wou niet zeggen naïeve, maar dromerige insteek. En toen ben ik met iemand gaan daten die eigenlijk dus monogaam is. En die dacht, oh, je hebt een partner, maakt niet uit, daar deal ik wel mee. Maar op een gegeven moment kreeg diegene gevoelens voor mij en was het toch wel een bepaalde steek en jaloezie naar mijn partner toe van, ja, maar waarom ben je altijd met hem en heb je nu met hem het bed gedeeld? En dat ik dacht, maar tuurlijk, want ja, dat is mijn partner, dus dat gebeurt, weet je. Dus ik merkte na die ervaring, wat best wel in heartbreak is ook uitgekomen, dat, oh ja, ik wil voortaan niet meer daten met mensen die monogaam zijn, maar mensen die zelf ook in een polyamoreuze verhouding zitten. Omdat de verwachtingen en de dingen die je aan elkaar kan bieden wat meer gelijk staan aan wat er te bieden valt. Want heel veel mensen zeggen ook van, ja, maar hoe kan je al dat tijd reguleren? Terwijl ieder persoon heeft andere wensen en verlangens. Dus misschien werkt iemand wel 7 dagen in de week en kan die maar 1 dag met iemand besteden. En kan jij net die dag vullen? Snap je wat ik bedoel? Dus was dat de vraag? Ik weet de vraag niet meer. Maar ja, volgens mij begon je wel bij het antwoord van de vraag. Ja. En daarna heb je ook nog wat extra dingen verteld. Ja. En Kirsten, heb je het gevoel dat het begin van de relatie, die hechting, belangrijk is? Ja, ik voelde me dus voor het eerst veilig in een relatie met een man. Of tenminste dat er geen gevecht was. Of dat heftig, weet je wel. Ik kon wel ook wel eens heftige relaties hebben. Gevecht is een heel hard woord. Maar weet je, dat je wel eens naar elkaar schreeuwt. Ik had een kabbelend watertje met mijn vriend. En lekker saai gewoon. Dat je dacht, hè, adem, weet je wel dat. Veilige relatie. En toen kwam zij daarbij. En dat is uiteindelijk een relatie geworden, omdat we niet anders konden. Maar wij kenden het woord polyamorie toen nog helemaal niet. Of wij hadden nog nooit daarover gehoord. Dus wij dachten dat we het wiel hadden uitgevonden, of dat we iets nieuws hadden uitgevonden. Maar daarin, ja, hoe zeg je dat? Daarin hadden wij dus al een hele veilige, rustige relatie. Ja. Ja. Wie is meer met 2? Dankjewel. Maar had die partner die erbij kwam dan geen moeite met het feit dat je dus al in een monogame relatie zat? Of hoe ging die degene dan? Ja, tuurlijk. Ja, mijn vriendin is ook, die valt alleen op vrouwen. En die vond het vrij heftig dat ik met een man was. Maar ook. Die was toch nog nooit met een vrouw geweest? Nee, het wordt dus heel ingewikkeld. Dus haar date toen, die was nog nooit met een vrouw geweest. Nee. Mijn vriendin, ja. Hallo. Suyeng, je noemde net al van, ik date eigenlijk alleen nog maar met mensen die ook in een polyamoreuze verhouding zitten. En ik ben benieuwd naar voor jullie allebei. Als je nu nadenkt over dat je nieuwe mensen wilt toelaten in je leven, ja, wat zijn de minimale voorwaarden? Ik vraag dit voor een vriend natuurlijk. Dankjewel. Had jij überhaupt behoefte om nog te daten naast je eigen? Volgens mij niet, toch? Nee, dat wou ik dus zeggen. Ik heb dus een monogame relatie met 2 mensen. Dus nee, voor mij is die behoefte er niet. Nog steeds nu niet. En nogmaals, alles kan veranderen, maar die is er nu niet. Dus ik heb nog geen lijstje. Maar ik ga er wel eens over nadenken. Siu-Jeng, wat is voor jou de minimale voorwaarde? Dat ze dus inderdaad polyamoreus zijn. Kijk, met open relaties, tuurlijk, het is leuk, want soms wil je ook lust achterna gaan. En dat kan ook heel leuk zijn. Maar ik heb toch vaak meegemaakt dat ze dan open zijn en dan word ik verliefd. En dan, weet je, dan is het een drama en dan kan het niet. En ja, dus dat probeer ik te vermijden, maar het is geen harde nee.
En monogame mensen zijn wel voor mij een harde nee. Ook omdat ik niet wil geloven in potentie. Ik wil gewoon dat het matcht, weet je wel. En voor de rest zou ik zeggen dat ik eerlijk moet kijken naar wat ik te bieden heb en wat ik verlang. Dus ik zou zeggen dat de voorwaardes moeten aansluiten met wat er mogelijk is. Hoe vaag dat ook klinkt. Maar ik denk dat gewoon naar je agenda kijken. Misschien dat ik later kinderen wil. Dan is dat ook weer anders. Dus de voorwaarden veranderen ook constant, zou ik zeggen. Maar ik denk dat de voorwaarde voor mij belangrijk is dat wat ik verlang en wat de ander verlangt, dat dat met elkaar aansluit. En als dat met elkaar aansluit, dan denk ik dat je vanuit een goede vertrekpunt een relatie kunt beginnen. Ja, ja. En je noemde net van misschien is het anders als ik straks kinderen wil of krijg. Ik kan me voorstellen dat je dat ook weer moet uitzoeken op het moment dat het gebeurt. Maar kan je daar een beetje een voorstelling bij maken wat er dan verandert? Ja, ik denk dat wat er verandert is dat ik gewoon minder tijd zal hebben misschien. En dat ik het wel heel fijn zou vinden als degene die ik naast mijn partner heb, waarmee ik kinderen heb gekregen, dan het ook fijn zou vinden om op de kinderen te passen en daar een rol in te spelen. En dat de kinderen daardoor een ouder erbij krijgen eigenlijk. En dat is interessant, zodat we dat bruggetje om te gaan maken naar politiek. Van in hoeverre is het zo dat er 2-3 ouders op de certificaat van het kind. Weet je wel, dat soort vragen zijn dan voor later. Dus in dat opzicht wordt het nog politiek. Maar ja, meer dan dat kan ik me nu even niet zo bedenken eigenlijk. Behalve dus ja, dat ze wel van kinderen moeten houden. En dan wil ik eigenlijk nog vinden. Één ding voordat we gaan wisselen. Heel eventjes toch even aan je vragen. Want zie je het als een zeg maar geaardheid? Poly, want je zei, je hebt een paar keer genoemd van ik wil alleen met mensen daten die polyamoreus zijn. Is dat een geaardheid of is het een levensstijl die je kan toepassen? Het is niet per se een geaardheid, zou ik zeggen, want ik val op iedereen, niet op iemand die alleen polyamoreus is. Dus dat zou ik niet een geaardheid noemen, maar ik zou wel begrijpen als mensen moeten een coming-out moeten doen omdat ze poly zijn, omdat het dus zo niet binnen een norm valt dat je het gevoel hebt dat je het moet communiceren met de wereld of zo. En dat er dan toch een schaamte of een taboe overheen hangt. Oh ja, je hebt commitment issues. Oh ja, dit en dat. En er zit gewoon nog wel heel veel negativiteit eromheen gebouwd. Dus in dat opzicht zou ik wel zeggen dat dat het een vorm is van queer zijn, I guess. Maar om echt een geaardheid te noemen, nee, dat zou ik niet doen. Nee. Hoe zie jij dat? Nee, ik ben het helemaal eens eigenlijk. Ja, ik heb er ook niks aan toe te voegen. Nee, het is geen geaardheid voor mij. Nee. Oké. Okay. Nou, hartelijk applaus. Dan gaan we nu wisselen. Zie je Yang Chao. En Kirsten van Tijn. En dan gaan we nu de volgende mensen naar voren vragen. Hedy Dancona, socioloog. Feminist. En voormalig politica. En Joost Horsten van in het bestuur van Pluk de Liefde, een polyamoreuze stichting. En Rahiel Roodsas, antropoloog en heeft ook onderzoek gedaan naar polyamorie. Ook dit boek Intieme Revoluties, waar een hoofdstuk over polyamorie in staat. Samengesteld. Hedy Dancona, is dit een politiek onderwerp? Nou, het is getoppen. Blijft tobben. Tobben? Ja, als je het zo hoort. Ik bedoel, ik word er niet door geenthousiasmeerd in die zin dat ik het eens ben dat het een ontzettende hoeveelheid werk is. En vele monogame relaties gaan natuurlijk ten onder. Heel veel, de meeste. Omdat er te weinig tijd in gestoken wordt. En als ik hoor hoeveel tijd daarin gestoken wordt, dan denk ik, ja, nou, dat is echt, daar moet je rekening mee houden. Maar ik vind het heel interessant dat je daar zo open over kan praten. En dat is natuurlijk heel anders dan mijn verleden. Waarin we over zulke dingen, zeker in het openbaar, onze mond niet open deden. Alhoewel het natuurlijk net zo goed gebeurde. Hè? In het geniep. En juist dat er niet over gesproken werd, maakte dat de jaloezie en de bezitsdrang
nog veel groter werden. Want als je het dan hoorde en je dacht, het is uitzonderlijk. Ja, dan ging dat helemaal ermee op de loop. Dus dat was eigenlijk jammer. Ik heb het boek met plezier gelezen, maar ik kende natuurlijk ook wel mensen langzamerhand, als je zo stokoud wordt, die polyamoureus zijn. En dan vind ik het. En die dat niet even zijn, maar jaren achtereen. En waarbij ik dan wel eens gevraagd heb naar jaloezie. En mij ook geantwoord werd dat dat niet aan de orde was. Helemaal niet jaloers. En ik geloofde dat ook. Maar goed, die hebben er ook jaren over gedaan om dat wellicht uit te bannen. Want het is natuurlijk een kloterig gevoel om jaloers te zijn. Dat eet je op. Maar nu, ik ben gevraagd om voor alles te zeggen of de politiek nu eigenlijk schade berokkent aan dit soort van relaties, omdat de politiek zich richt op datgene wat de norm is en alles wat daar buiten valt, die merkt dat, die heeft daar nadelen ook van. Onze leus was de vrouwenbeweging, de feministische golf. Het persoonlijke is politiek. En toen ik het boek las, kreeg ik veel meer de indruk dat de politiek bedreigend was, omdat ze zich eigenlijk richtte naar datgene wat zij als norm ervaren, waardoor anderen er buiten vallen. Dat is ook zo. Maar waarom wilden wij dat het persoonlijke politiek was? Omdat wij wel wisten dat de eisen die wij hadden, dat die niet aan de keukentafel bedisseld konden worden en die ja toch moesten ingewilligd worden om ons ook binnen monogame relaties of gewoon als individuen vrijheid te verschaffen. De legalisering van abortus regel je niet aan de keukentafel. Daar heb je de politiek voor nodig. Hè? En datzelfde geldt voor wat wij wilden, het reduceren van de werktijd. 5 uur per dag werken voor iedereen. Voor mannen en vrouwen, iedereen. 5 uur besteden aan zorg en 5 uur besteden aan het verdienen van geld. Dat vonden wij eerlijk, omdat we dachten, ook in ons achterhoofd, aan mannen en vrouwen. Hè. Dat is wel, en nou de rest moest zich daar dan ook maar. Maar we dachten, dat is iets wat iedereen moet doen. Het huwelijk, moet ik zeggen, het huwelijk vonden wij dus, ik althans, in de jaren 70, eigenlijk een bespottelijk instituut. Een onderdrukkend instituut. Laten we zo meteen nog even doorgaan, ja, maar, op het mag huwelijk. Mag ik nog één ding, ja, zeggen? Dat ik het dus ontzettend gek vond, mm-hmm, dat tegelijkertijd dat ik in de gaten kreeg dat dat een heel verkeerd instituut was. En nog bezegeld ook. En dat toen alle lesbo's en homo's om mij heen in het huwelijk wilden treden. En als ik op partijcongressen zei dat het huwelijk verschrikkelijk was en stomzinnig. En dat je de liefde niet hoefde te bezegelen en vast te leggen op die manier. Dan kreeg ik echt een storm over me heen. Dat ik dus iets voor hetero's reserveerde. En nu de homo's en de lesbo's niet gunde. Dus zo raar gaat het eigenlijk, hè? Het gaat altijd raar. Joost. Het persoonlijke is politiek. Wat zijn dingen die niet aan de keukentafel kunnen worden beslechterd, maar wat dan toch echt op politiek niveau moet veranderd worden, waar mensen zich zorgen om maken die in polyamoreuze relaties zitten? Waar u er trouwens heel veel van heeft, wel 1000 van heeft gesproken als ook relatietherapeut en polyamoreuze relatietherapeut en dus bestuurslid van de stichting. Ja, ik zit hier als bestuurslid van de stichting. Liefde en seks, daar kun je nog best naar de keukentafel. Weet ik niet of je dat nou regelt. Ik zou liever een andere plek voor een huis zoeken. Maar het punt waar het lastig wordt als het over relaties gaat. En als je relaties wilt geven in een bestendige vorm. En dan gaat het over de praktische dingen. Dan gaat het over wonen. Het gaat uiteindelijk ook over bezit, uiteindelijk over erfenis. Het gaat zeker over kinderen. En een ondergeschoven aandachtsgebied is ook van hoe ga je nou om met
beslissingen als het gaat over belangrijke zorgvraagstukken. Dus euthanasie, maar doorbehandelen. En eigenlijk op die levensgebieden, dat zijn de dingen, daar is niks voor geregeld. En naarmate een relatie meer bestendig wordt, worden dat soort dingen belangrijker. En waar lopen mensen dan tegenaan? Tegen deze dingen. Tegen op welke alles. Manier? Dat praktische stukje van zorg. Dat er ergens één vakje is voor een partner als contactpersoon. Dat er geen twee zijn. Dat je een hypotheek, inmiddels een beetje, maar dat je een hypotheek heel moeilijk met z'n drieën af kunt sluiten. Of met meerdere. Dat erfenis, dat is niet te regelen met meer dan twee personen. Dus eigenlijk alles waar, ik heb het burgerlijk wetboek er niet op nageslagen. Maar ik vermoed als je het burgerlijk wetboek kijkt, dat ongeveer de helft herschreven zou moeten worden op het moment dat je er meer dan een relatie van meer dan twee personen een vorm wilt kunnen geven. Riel, zijn het ook dingen die in jouw onderzoek terug zijn gekomen? Ja, een concreet voorbeeld gaat over samen een kind krijgen. Dus het was het geval van drie personen die samen een kind verwachten. En dat zij eigenlijk alvast met de gynaecoloog en huisarts afspraken maakten van wij gaan alle drie over het kind en allerlei beslissingen, niet alleen de biologische ouders. Dus wat zij aangaven was, dit zijn dingen waar we zelf achteraan moeten om het te regelen. Dat is een voorbeeld. En je kunnen registreren, dus kunnen trouwen met meer mensen en wat daarbij komt kijken. En als ik het goed heb begrepen, heeft D66 dat een tijd overwogen om dat als voorstel in te dienen, maar op het laatste moment niet gedaan, met de afweging dat dat dan ook over islamitische non-monogamie zou gaan. En dat ze om die reden dus daarvan af hebben gezien. Maar misschien weet u daar meer over. U zit hier nu ook een beetje als politiek commentator, ja. Als voormalig politica en minister en staatssecretaris. Ja, ik vind het dus dat we de politiek dankbaar kunnen zijn dat er een aantal dingen geregeld zijn. Een wetgelijke behandeling, om dat nu maar eens te zeggen, die in mijn tijd toch alleen maar over mannen, vrouwen, homoseksuelen, lesbiennes ging. Dat was er al allemaal. Maar daar is in de loop van de tijd een aantal letters van het alfabet. En het is nog lang niet afgelopen. En dat omvat dus veel meer. En ik vind het dus wel heel fijn dat dat gebeurt. En dat de politiek nu ook beslist dat er niet meer in je paspoort hoeft te staan. In welk hokje je je meeste thuis voelt. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen waarvan ik denk, ze hebben er wel wat van geleerd. Maar ze lopen nog steeds erg achter. Want er zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen in de samenleving. En dat gaat er niet alleen om de energie en alles wat ik gehoord heb, wat ik echt heel bijzonder vind, om je liefde te verwerven. Dat je daar zoveel van voor over hebt. Dat er natuurlijk inmiddels, naast de polyamoureuzen, zijn er singles, ook die soms gewenst, soms ongewenst. Er zijn meervoudige gezinnen van mensen die gescheiden zijn en met hun kinderen weer uit twee. Dat is ook heel ingewikkeld. Er zijn allerlei vormen en samenstelling in de samenleving gekomen. Het is allemaal nog heel erg op monogamie. Terwijl daar bijvoorbeeld geen huisvesting voor bestaat. Ik lees vorige week het weekend van in de NRC dat het moederschap eigenlijk niet te doen is. Hartelijk gefeliciteerd. Ik heb er nog nooit zo erg over nagedacht. Maar toen ik uit het verhaal las wat er eigenlijk van een moeder werd verwacht, toen dacht ik, nou, daar heb ik totaal niet aan voldaan. Verschrikkelijk. Kijk, nog 40 jaar na dato. Maar toen dacht ik, toen ik las hoe serieus die vrouw dat nam, en dat dacht ik, dat is ook niet te doen in je uppie. Dus waarom zou je eigenlijk ook niet de ruimte scheppen om wat vroeger dus, jij bent ook antropoloog, maar wij hebben dus nog van de primitieve zogenaamde volkeren geleerd dat die met elkaar een kind opvoeden. Dus toen ik die klaagzang van die vrouw
en dat gekreun bijna zelf weer kreeg, dacht ik, je moet het ook met een aantal mensen doen. Maar daar, wij bouwen gezinswoningen in een tijd dat helemaal echt de normale gezinnen, die bestaan nauwelijks meer. Dus daarom is de politiek ook vrij achterlijk. Dus aan de ene kant heb je ze nodig, heb je beleid nodig. En daar hebben ze een aantal goede dingen in gedaan. Hè, ik ook. En, maar aan de andere kant zitten ze altijd een beetje achter en stimuleren ze niks. Hè, het zou natuurlijk heel veel beter zijn als mensen zich niet tekort voelen schieten als ze niet aan de norm voldoen. En dat aan hun lijve voelen in de praktische dingen. He, of naar de therapeut moeten. Dat is trouwens voor jou vrij prettig. Maar er zijn ook heel veel. De zelfhulp, die doet het ook vrij goed. Maar, ja, ik hoor heel veel, ja. Heel veel dingen waar ik eigenlijk op terug wil komen. Maar ik wil ook nog even terugkomen op dat verschil wat er blijkbaar door de politiek gezien wordt tussen polygamie heet het dan eigenlijk. Want het zit net wat anders in elkaar in de islam en polyamorie. En dat dan de reden is dat bepaalde veranderingen niet worden doorgevoerd. Hoe kijk je daarnaar? Volgens mij het idee is dat legaliseren van polyamorie, erkennen van polyamorie als een relatievorm, dat kan onder het mom van een soort progressieve ontwikkeling. Maar hetzelfde gaat niet op als het gaat om de islamitische versie daarvan. Dat wordt vanuit politiek gedacht en daar zou D66 zeker niet mee geassocieerd willen worden. Dus ik denk dat dat de afweging is geweest. En is het dan ook zo verschillend? Is het ene dan progressief en het andere niet? Of kan liefde überhaupt progressief zijn? Ik heb in mijn onderzoek ook gesproken met moslimvrouwen die niet monogame relatie hebben of huwelijk hebben. Er zijn fundamentele verschillen op het gebied van gender bijvoorbeeld. Dus bij polyamorie is het niet zo dat alleen maar de man meerdere vrouwen relaties mag hebben met vrouwen. Maar in de islam wel. Dus alleen maar de man mag meerdere relaties aangaan en de vrouw niet. Tegelijkertijd, als je naar verhalen luistert van die vrouwen, dan is dat niet zo dat zij dagelijks met onderdrukking te maken krijgen of dat ze dat het niet hun eigen keuze is geweest. Dus die voorstelling en die stereotypen, associaties met religie en islam in het bijzonder, die hoeven ook niet te kloppen. Ongetwijfeld komt dat ook voor, maar ik heb ook andere verhalen gehoord. Ja, want Joost, ik heb gehoord dat er ook mensen, islamitische mensen bij Stichting Pluk de Liefde aankloppen van misschien kunnen we samen aan de slag om dingen te veranderen in de politiek. Misschien dat ik nu een beetje te kort door de bocht parafraseer. Maar dat jullie dat dan weer niet handig vonden. Ja, dat is eens een keer gebeurd. Het niet omdat nou iedere week dat we worden aangeklopt, dat is een keer gebeurd. Maar we hadden diezelfde overweging. Wij vonden het best wel lastig. Omdat, vanwege de reden die Riel net aangaf. En we hebben op dat moment, konden wij niet echt tot een vergelijk komen om samen op te trekken. Ik sluit niet uit dat het in de toekomst dat weer wel kan. Maar we hebben er echt mee geworsteld met die vraag. Ja, dus zou je dan ook misschien in de toekomst kunnen denken van, nou, het is eigenlijk eenzelfde belang wat we uiteindelijk nastreven? Op bepaalde gebieden is dat natuurlijk zo. De genderongelijkheid, daar hikten we erg tegen aan. Dus als daar die genderongelijkheid uitgaat, dan zitten daar hele grote gemeenschappelijke belangen in. Ja, en is het dan zo dat polyamorie dan ook genderongelijkheid bevordert? Of dat het, zeg maar, genderongelijkheid niet in de weg staat. Dat het goed is voor de gelijkheid. Ja, mag je ook antwoord op geven. Ik doe de voorzichtige hypothese... dat polyamorie heel goed is voor, dat polyamorie in zekere zin een stukje genderongelijkheid met zich meebrengt, maar dan omgekeerd. Als ik kijk naar de moeite die polyamoreuze vrouwen moeten doen om een partner te vinden, dan is die wat kleiner, laat ik het maar zo formuleren, dan polyamoreuze mannen. Het verschil is niet groot. Het verschil is wat groter in de vrouwen maar, liggen beter in de polyamoreuze markt. Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
je kunt, er is ergens een grijs gebied tussen het polyamoreuze en de open relaties. En daar is dat verschil nog wat groter. Dus als ik bij mijn partners de inbox kijk van aanbiedingen van leuke mannen, of in ieder geval van mannen, of ze leuk zijn, dat weet ik niet, dan is dat een factor, nou, 500 groter dan die ene mail die ik dan maandelijks in mijn inbox kreeg. En Rahiel, is dat ook iets wat terugkwam in jouw onderzoek? Of eigenlijk vooral de gelijkheid? Niet bevordert? Helemaal. Ik heb ook verhalen van polyamoreuze vrouwen gehoord die zeggen dat er ook heel veel stereotypen binnen de gemeenschap bestaan over wat polyamorie is. En dat er heel veel mannen zijn die bijvoorbeeld op polyamorie dating sites op zoek zijn naar partners en het idee hebben dat het gaat om, nou ja, wat zij dan noemden seksopzoekerij. En dan als de vrouwen dan bezwaar hebben tegen dat gedrag, dat ze dan als reactie krijgen, maar ja, je bent toch polyamoreus, dus zo doe je moeilijk. Als ik het goed heb begrepen, er is ook, vrouwen proberen zich ook te organiseren binnen polyamorie om ook elkaar te waarschuwen. En nou ja, met name degenen die nieuwkomers zijn. En ik denk dat het ook niet zo gek is, want polyamorie bestaat niet in een vacuüm. Ik bedoel, die structuren bestaan in de hele samenleving en polyamorie is daar onderdeel van. Dus daar komt het ook in voor. Dat wil niet zeggen dat polyamorie per definitie genderongelijkheid in de hand werkt. Dat zeker niet, maar het bestaat wel, denk ik. En kun je eigenlijk iets zeggen over wie polyamoreus zijn in Nederland, zeg maar? Zijn er bepaalde, is dat iets heel randstedelijks of zijn er bepaalde leeftijdscategorieën of etniciteit is iets over te zeggen? Ik denk dat Joost daar beter iets over kan zeggen. Ik kan alleen wel zeggen dat wat mij opviel in het onderzoek, dus het is geen statistisch onderzoek geweest, ik kan niet zeggen over aantallen, dat kan jij beter. Dat de gemeenschap overwegend wit, hoogopgeleid en seculier is. Maar daar kunnen we het straks over hebben, over wat dat betekent. Ja, maar dat ben ik het mee eens, waarbij ik het gehalte van hoogopgeleide geleidelijk aan wel wat minder zien worden. Dus dat het ook wat lager opgeleide, dat die ook steeds, die zie ik ook steeds meer. Jouw vragen over verspreiding. Behoorlijk homogeen. Afgezien van de aspecten die Rahiel noemt. Het verspreiding door het land? Door het land. Er is geen in elk dorp, in elke stad leven polyamoreuze. Polyborrels worden door het hele land georganiseerd. Dat is goed verspreid. Leeftijd zie je een tendens dat naarmate mensen wat ouder worden, dat het percentage van polyamoreus levende wat groter is. Het bungelt zo'n beetje rond de 1% gemiddeld. Jongeren met een dit zijn getallen van een paar jaar oud, moet ik erbij zeggen. Dus jongeren zitten daar wat onder. En naarmate mensen wat ouder worden, misschien ook, dat weet ik niet, maar dat is een gok, doordat kinderen op een bepaald moment wat groter worden, dan is dat percentage wat groter. Dus juist wat de ouderen, wat bedoel je dan met ouder eigenlijk? Wat voor leeftijd moeten we aan denken? Nou, dat gaat van 30. 30 is wat meer dan de 20ers, 40 is meer dan de 30ers. Dus het neemt toe. Het is niet dat er een gat in zit van. Nee. Dan krijgen mensen kinderen en dan stoppen ze er even mee. Nee, dat heb ik ooit gedacht, maar dat is niet zo. Wil je iets toevoegen? Ja, nee, dat wil ik helemaal niet zo. Ik vind het leuk dat op het platteland de burger. Ik vind het echt ook eerlijk. Want die schijnen ook allemaal achtergesteld te zijn. Dus het is wel fijn dat dit op het platteland bij de boeren even ver is doorgedrongen dan bij ons. He? In de grachtgordel. Ik vind het eigenlijk wel oké. Nee, ik wou iets anders zeggen. Namelijk, ik heb dat boek gelezen, wat je hebt samengesteld. Intieme revolutie. Ook stuk gezegd. En dat vind ik eigenlijk ook, heb ik toch, is een heel erg interessant boek. Omdat daar eigenlijk wat wij verstonden over het persoonlijk is politiek, dat we beleid nodig hadden om een aantal eisen, is het in dat boek gaat dat veel verder nu. En dat vind ik heel interessant, namelijk eigenlijk is de polyamorositeit, heb ik er erg op moeten oefenen, maar is ook een soort politieke beweging. Dan wil je het kapitalistische systeem mee omverwerpen, het paternalistische systeem mee omverwerpen. Hetgeen het dus nog drukker maakt voor jullie, maar misschien doe je het gewoon bij, door het te doen, want er wordt
erg overtuigend aan mij uitgelegd. Nu was ik dus al niet zo voor het huwelijk. Maar dat het monogame huwelijk een instrument is om het kapitalistische systeem in stand te houden. He, dus het is er misschien een product van. Maar omdat de vrouw zorgt en reproduceert nieuwe arbeidskrachten. En die man zorgt dat er geld op tafel komt en zich niet al te veel hoeft te bekommeren om. Snap je, zijn jullie er nog bij? Ik vind het namelijk wel. Ik vind het nogal overtuigend. En wat is nu het grappige? Ik kan hier ook nog eens iets grappigs vertellen. Dat in 1977 stelde mijn partij, de Partij van de Arbeid, een commissie in om een nieuw beginselprogramma samen te stellen. Er zaten allemaal natuurlijk 80% mannen. En ik werd als vrouw erbij gevraagd, want zover waren we wel in 1977. En ik zei, ja, dat doe ik niet als er niet 4 feministen bij komen. Want anders dan zie ik dat niet zitten met 9 mannen en zo. Wat gebeurde er? Wij waren allemaal goed van de tong gesneden. En dat werd dus een beginselprogramma. Dat heb ik me nu pas gerealiseerd nu ik jullie boek lees. Want daar stond niet alleen in dat de 5-urige werkdag er voor iedereen er moest komen. En dat je die andere tijd niet alleen aan je privé genoegens moest besteden. Maar ook aan de community. Aan het taallesgeven aan de kinderen van migranten op het voetbalveld. Nou, alles wat je maar. Oude mensen om je heen. Dat stond er in 1977 al in. En intussen dus vijf uur, hè, zo'n beetje. Maar er stond ook in dat programma uiteindelijk dat de grond genationaliseerd moest worden en het verzekeringswezen. Nou, dat was dus een programma. Daar hadden allemaal Ed van Tijn aan meegedaan, Sikkel Mansholt. Allemaal mensen die echt een statuur hadden in die partij. Dat programma werd ingeleverd. Ik weet nooit echt, er zijn veel dingen die ik heb opgeschreven erg snel in laden verdwenen. Dit was in de kortste tijd. Dat is echt, ze wisten niet wat ze daarmee aan moesten. Dus ik zou het echt leuk vinden, daarom vertel ik het hier nou nog eens. Dat programma, wat dus eigenlijk inderdaad niet alleen het paternalisme, hè, en dat reproducerende van vrouwen en het producerende van mannen eruit wilde rammen via de eerlijke verdeling van het betaalde en het onbetaalde werk. Maar die ook meteen even meenamen. Het nationaliseren van de grond, het verzekeringswee, banken weg. Het was echt ongelooflijk. Ja, en ik lees dat nu in jullie boek. Dat wij dat in een vrij onbevangen in het programma hadden opgeschreven. Maar dat we dus de samenleving hadden kunnen veranderen. Ja. En dan moeten we wachten tot iedereen polyamoureus is geworden. Ja. Weer een applausje. Dat kapitalistische monogamie ondersteunt het kapitalistische winstmodel. Dat zag ik inderdaad zo staan in het boek. Hedy legt er nu al een beetje uit hoe dat dan in elkaar zit. Namelijk de vrouw die dan gaat baren en eigenlijk vooral taken doet in het huis waar je geen geld voor krijgt. Eigenlijk als gratis arbeidskracht wordt ingezet. Maar dat is op dit moment niet echt meer helemaal het geval. Voor een groot gedeelte nog wel. Maar heel veel vrouwen werken niet, zijn niet thuis, zeg maar, achter het aanrecht bezig. Is het dan nog steeds dat monogamie het kapitalistische winstmodel ondersteunt? Nou, volgens mij blijkt uit meerdere studies van het SCP onder andere dat het feit dat we nu inderdaad over zijn gegaan naar een twee-verdienersmodel, ertoe geleid heeft dat vrouwen eigenlijk alleen maar meer werken ten opzichte van mannen. Ik ben zelf betrokken geweest bij een onderzoek over vrije tijdsbesteding en de kwaliteit daarvan. Want uit kwantitatief onderzoek bleek dat vrouwen eigenlijk meer vrije tijd hebben, maar ook dat ze meer stress ervaren. En aan ons was gevraagd om vanuit kwalitatief perspectief te kijken naar de redenen daarachter.
En inderdaad bleek ook dat vrouwen wat zij als vrije tijd, wat eigenlijk vrije tijd zou moeten zijn, dat ze tegelijkertijd bezig zijn met het managen van alles. Dus ze zitten boek te lezen, maar ze houden vanuit een ooghoek ook de kinderen die buiten spelen in de gaten van of het allemaal goed gaat. Terwijl mannen boek lezen en that's it. De rest is dat niet waar ze op letten. Ik chargeer nu een beetje, maar ja, dat en zou dat dan in non-monogame relaties anders zijn? Nee, niet per se, denk ik. Nee. Die vraag van de politieke potentie van polyamorie is inderdaad ook mijn onderzoeksvraag geweest. Ik was daar heel erg geïnteresseerd in en ook een hoofdstuk in dat boek. Uiteindelijk is het antwoord niet een simpele ja of nee. Het ligt complexer. In sommige opzichten denk ik dat polyamorie absoluut progressief is. En in andere opzichten ook onderdeel is van bestaande structuren. Ja, en dat is nu, sorry, ik ga nog even een moeilijke zin uit het boek. Maar een vraag die werd opgewerpt ook is of polyamorie niet juist de neoliberalisering van de samenleving in de kaart speelt. Het antwoord is dus niet eenduidig ja of nee. Voor een deel, de focus bij polyamorie zit op het individu en individuele autonomie. Of een liberale notie van autonomie. Wat betekent, we hebben denk ik in verhalen hiervoor ook gehoord, dat je heel erg op jezelf richt en hoe je je in die verhouding verder ontwikkelt en tot steeds betere versies van jezelf, zodat je bijvoorbeeld met die moeilijke emoties kan omgaan. En er komen meer partners bij, maar je bent over het algemeen vooral gericht op die intieme verhoudingen. Om daadwerkelijk disruptief te zijn als een sociale beweging, denk ik dat daarvoor in polyamorie op dit moment de focus op rechtvaardigheid, dus buiten je intieme relaties, nog te zwak is. Het is gefocust op liberale autonomie, maar nog te weinig, denk ik, op gelijkheid, rechtvaardigheid. En ik denk dat dat ook verklaart waarom polyamorie overwegend wit, hoogopgeleid en dat blijkt steeds misschien te veranderen en seculier te zijn. Is dat iets wat je herkent als je mensen spreekt, Joost? Dus meer ook wat ik niet herken. Als ik heel eerlijk ben, en dan moet ik dan ook misschien jullie teleurstellen, dat in de netwerkactiviteiten zoals wij die organiseren, dan gaat het niet over de strijd tegen het kapitalisme, de verandering van de maatschappij. Maar is het inderdaad een persoonlijke beleving van hoe vul ik mijn relatieleven in? Hoe vul ik mijn liefdesleven in? Dus dat is de realiteit, dat daar de focus van de meerderheid ligt. Ja, dus veel mensen die je spreekt, die hebben niet zo in mijn hoofd van het persoonlijke is politiek, maar die denken gewoon, dit is waar ik behoefte aan heb. En hoe ga ik dat praktisch invullen? Ja, maar dan nog is het uit jullie boek, ben ik toch overtuigd geraakt. Natuurlijk, ik bedoel, denkt niemand, als hij het monogame huwelijk behoorlijk leuk vindt, althans in het begin, zeker, hè, dat je dan het kapitalisme ondersteunt. Hè? Dat doe je, daar denk je niet aan. Dat maar hoe doen mensen dat dan wel? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Wat is het probleem met het huwelijk? Uit het boek staat het dus zo dat je denkt, je bent daarmee bezig. Iedereen die. Maar ondertussen, hè, zo wordt het beschreven, is het monogame huwelijk een ondersteuning van het kapitalistisch systeem en van het paternalistisch systeem. En het onderhoudt inderdaad systemen. Maar wij onderhouden allerlei systemen. Ik bedoel, wij onderhouden ook het systeem en wij werken ook mee, al willen wij dat niet, aan het racistische systeem. Ik bedoel, daar doe je aan mee zonder dat je het wil, want zo zit een systeem in elkaar. En dat staat dus inderdaad een beetje los. Je kan ook niet zeggen, doordat je in de liefde deze vorm kiest, ben je een neoliberaal, omdat het een individuele keuze is. Want de meeste verliefdheden en zelfs huwelijken, die bestaan op grond van een individuele keuze. Maar daarom mag je wel zeggen dat je daarmee of het systeem geweld aandoet,
Dat is dus leuk. Dat doe je ook nog eens. Als je nog tijd over hebt in het polyamoureuze leven. Dat je, dan, dat je daar wat aan doet. Dat is bijvangst. En niet gering, zou ik zeggen. Ja, en voordat ik naar de zaal ga. Wat zijn dan wel zaken waar mensen die jij dan spreekt... of voor de stichting of als therapeut... tegenaan lopen wat meer van praktisch van aard is. Ik weet niet of ik nog veel toe te voegen heb aan wat ik al zei. Het gaat over relatief praktische dingen waar een hele grote politieke component aan vast zit. Het gaat over gelijkwaardig behandeld van relaties van verschillende partners op belangrijke levensmomenten. En dat gaat over gezondheid, het gaat over kinderen, het gaat over wonen. Dat zijn eigenlijk gewoon de drie belangrijkste gebieden. Ja, maar dat doet me dan, dat vind ik dan toch eigenlijk wel een interessante toevoeging. Want dat doet mij denken ook aan, eigenlijk de volgende vraag. Moet het gelijkwaardig zijn in een polyamoureuze relatie? Moet het bijvoorbeeld, misschien heeft de ene partner wel behoefte aan met meerdere mensen zijn en de ander niet? Of... het zou kunnen dat de ene beter in de markt ligt dan de ander, of ik beter kan versieren. Of waar, moet het, ja, is het belangrijk dat het gelijkwaardig is? Hier zit een politieke component aan een emotioneel-psychologische component. In die politieke component zou ik zeggen ja. Hè, tenminste, dat je de keuze hebt om dat te doen. Dat moet niet. Maar dat je de keuze hebt om je relaties gelijkwaardig in te richten. Hè, dat is de politieke component. De meer psychologische component is... geef ik het antwoord van, ja, maar wat is dat dan, gelijkwaardigheid? Hoe moet je dat gelijk, dan meten? Wat moet eigenlijk beter hoe kun je dat dan doen? Dus dat is ook een persoonlijke keuze. Voor sommigen is dat belangrijk, van ik wil alleen maar gelijkwaardige partners hebben. Anderen die maken het veel genuanceerder, van ik heb met jou dit en ik heb met jou dat. En dat is misschien groter, dat is misschien kleiner, of het is in ieder geval heel anders van aard. Dus het is niet per se op dat meer emotioneel-psychologisch vlak... is het niet per se een doel op zich. Mag ik ook iets aan jou vragen? Want het is je vak. Is het nou niet zo... Kijk, mensen komen bij jou omdat ze ermee zitten. Hè? Niet omdat het allemaal zo lekker loopt. Dat hoef je niet. Ik weet waar ik het over heb, hoor. Maar ik wou zeggen dat ik toch het gevoel heb... En wat ik om me heen zie aan vrij succesvolle polyamoureuze relaties, vrij succesvol, dat er toch één is geweest die het op een bepaald ogenblik wilde. Hè, dat die de behoefte daaraan had en de zin. En de ander niet, maar die wilde haar of hem niet verliezen. En heeft dus, hield zoveel van degene die deze behoefte had, dat hij zich daar, of zij, zich in geschikt heeft. Is er niet altijd iemand die hoe dan ook... dat het bijna niet mogelijk is om een drie- of een vierhoek te wensen... waarbij iedereen evenveel ontvangt als hij geeft? Dat zijn... een paar verschillende vragen bij elkaar. Nou ja, ik vraag gewoon welke mensen komen bij je. Zijn er niet vaak mensen die het gevoel hebben meer te geven dan te ontvangen? Uiteindelijk werkt het alleen als hoe groot of hoe klein die relatie ook is. Dat je niet kijkt naar de gelijkwaardigheid van de relaties onderling. Maar precies dat, de balans van geven en nemen noem ik dat vaak, is dat je investeert. Tijd, liefde, geld, aandacht. Je krijgt er wat voor terug. En dat in balans is met elkaar. Als dat niet werkt, dan werkt dan een relatie op de lange duur ook niet. En dan hoef je niet per se de ene relatie met de andere te vergelijken. Maar werkt het tussen die partners onderling en zitten die partners gelijkwaardig in die relatie? Is het dan belangrijk dat die behoeftes een beetje overeenkomen? Je hebt in elke relatie heb je een overeenkomst van behoeften. Maar je hebt vaak ook een verschil waar je elkaar aanvult. Dus die match is altijd. En of dat nou in een polyamoreuze of in een monogame relatie is, het maakt niet uit. Maar zie je dan in je als je met mensen werkt, dat vaker een probleem wordt op het moment dat de behoeftes verschillend zijn? Of maakt dat niet uit? Naarmate die behoeftes verder van elkaar verschillen, wordt het probleem groter. Dat is vrij simpel, ja.
En is daar dan ook nog iets aan te doen? Of? Want behoeftes die verschillen dus altijd. Het gaat erg om het elkaar aan. Je hebt een gemeenschappelijkheid in behoefte nodig, maar ook die aanvulling. En dat je van elkaar ook kunt waarderen. Voor mijzelf is het belangrijkste effect geweest van polyamorie. Ik heb twee partners, al een hele tijd. En dat zijn ook twee hele verschillende partners. En dat de ene partner die brengt iets anders in mijn leven dan mijn andere partner. En dat onderling aanvullen van elkaar, dat is heel belangrijk. Plus dat die relaties onderling goed in balans zijn. Als dat werkt, dan heb je een goed recept voor een goede polyamoreuze setting. Dankjewel. Welke vragen zijn er nog? Oh ja, oké. Okay. Oh, misschien kan jij met de microfoon daarheen. Komt Noortje je kant op. Hallo, ik heb een vraag, ik denk, voor Joost en Rahiel. Ik heb zelf een meer ouder gezin. Mijn kinderen hebben 3 ouders. En de afgelopen jaren, decennia denk ik al, maar zeker de afgelopen jaren, is er enorm gestreden voor een meer ouderschapswet, die er nog altijd niet is. Ik hoorde mensen ook al in het eerdere panel zeggen dat is iets voor later. Nou, het is echt iets voor nu, zou ik zeggen. Voor later in het gesprek, bedoelde ze. Voor later op de avond. Het gesprek. Ja, precies. Want het is echt voor hun ook iets voor nu druk om te maken. Maar ik heb het idee, maar ik weet niet zeker of dat klopt, dat het COC maakt zich hier hard voor, Stichting Meer dan Gewenst voor queer gezinnen maakt zich hier hard voor. Ik heb het idee dat ik de polyamoristen in dit hele gesprek heel weinig hoor. Dus mijn vraag is, klopt die aanname? Hoe komt dat? En zou dat niet anders moeten? Ik denk dat je inderdaad nog weinig hoort. Dat heeft voor een deel te maken met ook gewoon aantallen. Het aantal polyamoristen is kleiner dan homoseksuele of lesbische gezinnen of andere vormen van meer oudergezinnen. Het is een kwestie van aantallen. De prioriteiten liggen ook net wat anders, maar de belangen die zijn hetzelfde. Dus ja, moet dit in de toekomst veranderen? Absoluut. En er ligt al jaren echt een prachtig voorstel, herijking ouderschap, ligt al jaren in een la, hoeft er alleen maar uitgehaald te worden en behandeld te worden. Dat is een prima voorstel. En een nog mooiere situatie zou zijn zoals die in Brazilië werkt. Daar is het ouderrecht, kinderrecht is wat anders georganiseerd. Daar kan ieder kind kan kiezen wie zijn ouder is. En dat hoeven er ook geen twee te zijn. Dus dat is eigenlijk een heel mooi systeem zoals je dat zou kunnen regelen. En ja, dat is werk aan de winkel. Mag ik daar iets aan toevoegen? Ja, zeker. Ik denk dat het ook voor een deel eraan ligt dat die activistische houding nog niet heel aanwezig is binnen polyamorie. En ik denk, het is al behoorlijk progressief, maar ik gun de polyamorie-gemeenschap iets meer radicale houding daarin, zou ik zeggen. Dankjewel. De volgende vraag uit het publiek. Ik zag net wel wat vingers. Hi. Ik vroeg me af, eigenlijk is één van de antwoorden kwam al van jou, Rahiel, net. Maar wat zijn nou de grootste obstakels om dat toch ook te bewerkstelligen? Wat is er nodig? En zit die verantwoordelijkheid dan alleen bij de polyamoristen of zit dat ook bij andere partijen? En welke stappen kunnen obstakels er voor gezet? Dat er nog geen meer ouderschap wettelijk mogelijk is? Of andere wetten die belangrijk zijn om aan te passen? Het heeft simpelweg met een politieke meerderheid te maken. Er is een religieuze component en er is een wat meer rechtsextremistische component die allebei niet zitten wachten op dit soort voorstellen. En zo plat is het. Ja, maar het is ook ontzettend achterlijk. Nou heb ik het over een... Want wij, bijvoorbeeld iets als de belastingwetgeving... Daar hoef je echt niet polyamoureus voor te worden om te stuiten op grote problemen. Ook in iedere normale, mag je dan zeggen, relatie, speelt dat een enorme rol. Want we zeiden wel, ik dacht dat jij het zei, dat vrouwen tegenwoordig werken. Ja, de vrouwen in een monogame relatie werken voor meer dan 90% part-time. Die zijn niet economisch onafhankelijk. Nee, het is nog steeds... We hebben een anderhalf baanachtige situatie gecreëerd in die gezinnen. Maar wat is nu echt
iets waarover ik me opwind. En dat is het paternalisme van de belastingwetgeving, Belastingdienst. We hebben een enorm tekort aan in het onderwijs. Hè, en in de zorg. Twee basale, zeer noodzakelijke. En daar werken nu juist, waar komt dat tekort ook door? Omdat er daar een grote hoeveelheid vrouwen werken. Meer dan de helft is vrouw. En die werken ineens, vroeger niet, maar nu allemaal part-time. Als die, dus mensen, toch die twee uur per week, als die mensen 2 uur in de week, die vrouwen, langer zouden werken, zou het hele probleem van de tekorten in de zorg en in het onderwijs opgelost zijn. En waarom gebeurt dat niet? Omdat het belastingssysteem zodanig is dat dan val je in een andere box en dan wordt dat hoegenaamd wegbelast. Nou kan je mij toch niet zeggen dat niemand van die mannen die in het beleid bepalen en dan maar zitten te zeuren over dat we zulke tekort hebben en hoe dat moet, dat die niet eens een keer wijzen naar die paternalistische belastingdienst, die dus niet alleen hier hoor, maar hier vind ik het schrijnend, omdat iedereen eronder lijdt. Hè? Maar ik vind het toch een beetje een ingewikkelde oplossing, want we hebben ook al gehoord dat vrouwen heel veel taken op zich nemen. Dus ja, blijft er dan nog een beetje tijd over voor zichzelf als ze nog meer gaan werken, als ze al ook in dat gezin ook van alles aan doen. Nou, kijk, niemand werkt graag, ik bedoel, extra als hij het al druk heeft voor niks. Hè? Dat is onzin. En als je ze zo nodig hebt, en als dat ook merkbaar is, en je, ja, kom on, dan is er toch een systeem wat het handiger vindt om die vrouw thuis te laten opdraaien voor alle zorgtaken, dan wanneer die vrouw een halve baan heeft en die man komt moe 's avonds thuis, om dan te zeggen, ga jij het doucheputje even schoonmaken, Jan? Want dat hadden we afgesproken toen we nog verliefd waren. Nee. Ja. Dus ik bedoel, ik zit hier natuurlijk om het beleid aan te vallen en te zeggen hoe paternalistisch het is. En dat op dit punt vind ik het schrijnend. Hebben we allemaal last van. Ook ja. De vrouwen die een halve baan hebben. Hoe meer ze werken. En dan gaan die mannen maar 2 uur minder werken. In vakken waar je het niet mist. In het bankwezen of zo. Ja. Hier vooraan is ook een vraag. Ik had nog wel een vraagje meer op het gebied van taboe. Ik was best wel verbaasd van Joost om te horen dat het vooral in de oudere generatie polyamorie voorkomt. Komt misschien omdat ik niet in touch ben met de generatie van mijn ouders. Maar als ik met gelijkgestemden heb over polyamorie, dan hebben we het heel erg over dat de relatiestructuren, net als gender, heel fluïde zijn. En we zijn er heel vocaal over. Dat wordt uitgesproken naar elkaar. Toen ik polyamoreus werd en dat deelde met mijn ouders, kwam ik erachter dat mijn moeder vroeger een langdurige relatie met 2 personen heeft gehad. En die heeft dat nooit verteld. Was wel heel open over haar seksuele en drugslevens. Maar merk jij dat er ook een soort van taboe is? Dus dat het niet alleen de aantallen zijn die tekortkomen om verandering te brengen in de politiek, maar dat er ook nog een taboe heerst door religie, door buiten de Randstad? Er is absoluut nog een taboe. En dat religie speelt denk ik een steeds minder grote rol daarin. Mijn hypothese is dat de belangrijkste reden van het taboe is veel meer een psychologische. Is dat het razendspannend is om de veiligheid op te geven die je hebt uit een intieme relatie. Dat wat ik zelf ook gemerkt heb als ik dan vertel aan anderen over mijn eigen polyamoreuze leven of ik hoor anderen daarover, dan komt er meteen een reactie van oh, dat jij dat doet, oh, dat is wel bijzonder, oh, dat is wel spannend, ja, god, ja, maar ik zou dat niet kunnen. Nee, het zou niks voor ons zijn, toch? Dus het gaat heel erg over het verlies van die veiligheid, van hechting. Hè, wat die in gevaar komt. En dat het in principe ook voor iedereen dan is. En dat maakt het een heel spannend fenomeen, polyamorie. Dat het niet alleen maar gaat over, ja god, een kleine groep die misschien homoseksueel is, maar ik niet. Nee, het raakt iedereen in potentie. En dat maakt het spannend. Rahil, heb je ook nog een analyse of hypothese over dat onderwerp taboe?
Nou, ik zat te denken naar aanleiding van deze laatste vraag. Mijn vakgebied is gender- en seksualiteitsstudies. Ik krijg dus met heel veel studenten te maken die geïnteresseerd zijn liefde, seksualiteit vanuit een feministisch perspectief bijvoorbeeld, vanuit een queer perspectief. En mijn indruk is dat ze polyamorie absoluut kennen, maar het soms niet queer of radicaal genoeg vinden. Omdat ze vinden dat vooral vanwege, wat ik eerder zei, dat gebrek aan solidariteit en collectief verzet. Daar zijn ze meer op zoek naar en dat vinden ze eerder in andere minderheidsgroepen die bezig zijn met seksualiteit en gendervraagstukken dan bij polyamorie. Dus dat kan ook een reden zijn dat het relatief minder voorkomt onder jonge mensen, terwijl zij zeker nadenken voorbij monogame norm. Nou, toen heb ik erbij gezegd dat de getallen die ik had een paar jaar oud zijn. En er is wel wat veranderd. En ik heb het niet per se paraat, maar er was een klein onderzoekje bij Eén Vandaag, een half jaar geleden, waarin 24% van jongeren een non-monogame relatie overwoog en 13% een polyamoreuze. Nou, 13% versus 1% nu, dat is een fors verschil. En dat veel, veel herkenbaarder is en veel een normale norm. Dat herken ik. Ik heb het voorbeeld van mijn eigen zoon. Toen we het ooit hadden over een ex, een open relatie, toen zei hij van, ja, dat is ons ook altijd goed bevallen. En mijn vrouw en ik keken elkaar aan zo van, oh, hebben wij iets gemist? Ja, oh, heb ik dat dan niet verteld? Ja, dat heb ik toch verteld? Ja, nee, dat heb ik al. Ja, dat is toch normaal? Dat is geen issue. Ja, dat was totaal geen issue meer om dat met je ouders te bespreken. Dat was zo vanzelfsprekend voor hem. Een harte, oh ja, dat mag nog wel, zeker. Meer vragen even snel hoor. Op basis van wat ik vanavond heb gehoord, heel interessant allemaal. Maar kunnen we dan eigenlijk ook wel stellen dat polyamorie misschien bijna een privilege is, als het gaat om het feit dat het inderdaad hoogopgeleid, klasse, witte mensen, dat je dus de privilege moet hebben om de vrijheid en te hebben om überhaupt dit te kunnen onderzoeken. Want ik kan me voorstellen dat mensen die inderdaad 7 dagen per week werken, als ik kijk naar mijn ouders die ook 6 tot 7 dagen een week aan het werk waren, dat ze dit er helemaal niet bij konden hebben. Dus kunnen we dan eigenlijk stellen dat een polyamorie verhouding ook te maken heeft met privilege? Absoluut. Ja. Hedy Dancona zegt absoluut. Ja, maar er zijn veel privileges geweest, hè, die nu, laat ik zeggen, voor een veel grotere groep toegankelijk zijn geworden. Maar dat het, als je ziet alleen al de tijd, hè, waar jullie gewoon heel eerlijk over zijn. Aandacht, tijd, energie. Ook energie. Ook nog verdriet en weet ik wat allemaal. Ja, dan moet je dus een beroep hebben waar dat kan. De tijd hebben die dat kan. Het inzicht hebben, dat wat jullie hebben. Veel gelezen hebben. Dus dat is inderdaad een elite, een voor. Maar goed, het zijn vaak voorhoede groepen geweest die ook een elite waren. Toen de tweede golf, ook de eerste golf van de vrouwenbeweging, maar ook de tweede. Dat waren natuurlijk ook hoogopgeleide vrouwen, zoals ik, die de tijd hadden om achter die stencilmachines te staan, om maar iets heel prozaïs te noemen. Jullie weten niet eens meer wat dat is. Stencilmachine. Maar anyway, ik geloof inderdaad dat dat waar is wat jij zegt. Dat het voor jouw ouders en die hele generatie ook niet mogelijk was. Maar dat het wel zo is, al is het een elite, het is een voorhoede. En je merkt bij zoiets dat het meestal later toegankelijk wordt voor veel meer mensen. Dus het is wel de moeite waard om ermee door te gaan. Oké, tot daar. Hedy Dancona, hartelijk applaus. Rahiel Rosas en Joost Horsten.